Lidwien Rehuis, Suzanne Spijkerman en Simone Palstra zijn geselecteerd voor het WK Floorball in december in het Finse Tampere. Alle drie spelen ze bij UC Face-Off in Groningen. Voor de dames is het bijzonder om geselecteerd te zijn voor een WK. Het is wel een team waar heel veel dames gewoon bij willen zijn, de ervaring op willen doen en mee willen ballen. En ik denk dat wij het best wel netjes hebben gedaan. Het is voor ons wel een bevestiging dat we in het noorden op een goede weg zijn. Wouter Buter is teammanager van het Nederlands team en ook lid van UC Face-Off. Voor hem was het geen verrassing dat de dames in de selectie zijn opgenomen. Ik vind het eigenlijk niet meer dan normaal. Nee, ik weet hoe goed ze zijn. En zeker Lidwin en Suzanne, die draaien al zo lang mee. Dat is ook, ik was eigenlijk heel erg verbaasd geweest als die niet mee zouden mogen. En voor Simone vind ik het natuurlijk hartstikke leuk. Want die heb ik natuurlijk ook het afgelopen jaar beter en beter zien worden. Ja, maar dat is echt, ik vind het mooi, ja. Simone Palstra is nog maar kort bezig met floorball. Een heel knappe prestatie om dan al in het Nederlands team te spelen. Ze weet wel wat haar kwaliteiten zijn. Ik kan mijn fysiek wel gebruiken. Ik denk ook wel mijn snelheid. Omdat ik nog niet zo lang speel is mijn techniek nog wat minder. Maar daar ben ik hard mee bezig. En ik denk dat ik ook tactisch, omdat ik veel teamsport heb gedaan, dat daar ook wel wat deels van kracht komt. In totaal doen er 16 teams mee aan het WK. Nederland is als laatste geplaatst. Maar toch zien Spijkerman en Rehuis mogelijkheden om wedstrijden te winnen. We maken in de poolfase zeker kansen. Amerika hebben we nog nooit tegen gespeeld. Maar die zit qua ranking wel bij ons in de buurt. Rusland. Een paar keer van verloren, maar ook wel goede wedstrijden tegen gespeeld. Slowakije is echt een voetballand in opkomst. Dus ik denk dat dat wel echt een hele pittige wedstrijd voor ons wordt. Wat is dan concreet jullie doelstelling, als ik van jou mag vragen? Nou, volgens mij gaan wij voor de top 10 noteren. Dus dat zou echt een supermooie resultaat zijn. De 10e editie van het WK Dames Floorball wordt van 4 tot 12 december gespeeld in Finland. Ready